Hey allemaal en welkom bij een gloednieuwe aflevering hier van Planet Craft. Geen idee of te liken, te abonneren natuurlijk op David 2. Ik zou eigenlijk aan de slag gaan met mijn betonnen fort, mijn rond beton. Maar er is iets anders gebeurd. Als ik momenteel namelijk kijk op de dimmap, altijd heel erg belangrijk, trouwens op de tapmap, niet de dimmap. Daar zie je soms Black Sailor en je ziet soms Alien. Zien jullie het al? Het lijkt Dora wel. Zien jullie Kyrian staan? Ik denk het wel, anders wordt het even ingezoomd. Het zijn ook nog eens een keer moderators, dus dan weet je ook dat wat aan de hand is. Voor de mensen die denken, ah, maar dat is toch gewoon Belissa? Dan, ja, nee, als het een prefix heeft, dan is het daadwerkelijk ook dat. Makkelijk, zodat we niet 28.000 accounts hoeven te hebben als er een ander iets gemaakt wordt. Een Kyrian, weten jullie al wat een Kyrian is, eerlijk gezegd? Ik dacht dat de Grim de aliens waren, maar blijkbaar niet. Wat we gaan doen is, ze staan stil op de dimmap, die heb ik hier wel bij mij staan. Dus we gaan even kijken, en moet ik slim zijn... Game mode spectator. En dan zien ze me niet als ik TP. Gaan we naar Melissa TP en gelijk naar achteren. En ze zit hier dus, dat dacht ik al, een beetje stil te varen of zo. Fucking weird. We gaan eens even kijken wat ze allemaal aan hebben. Het zwarte alien pakje hebben ze aan. Maar dat zegt helemaal niks. Want de aliens, maar je hebt ook aliens met roze gear en zo. Ik snap er helemaal niks van. Ze hebben wel een of ander heel groot dik zwaard. En ze zijn met z'n drieën. Ze heten inderdaad Kyrian. Ik ga ze gewoon volgen. Als ze in beweging zijn, dan kom ik bij jullie terug. Dus tot zo, I guess, denk ik. Oh, trouwens. Tering, ze varen fucking snel. Ze hebben ook bootjes, die heb ik nog niet gezien in game. Ze hebben die zwarte dingen. Interesting wel. Zijn die sneller dan, of zo? Of zijn die gewoon niet kapot te slaan? Of wat is het nut ervan? Ze gaan naar... Waar zitten we? We zitten nog in de free world. Op het dimmap lijkt het alsof ze vanaf de piraten kwamen, een klein beetje. Een beetje vanaf links achterin lijkt het. Links onderin. Zijn de weg ook een beetje... Zijn ze iets aan het zoeken of zo? Kijk, zijn er interessante mensen online? Even kijken. Van alle grote landen zijn er wel veel mensen online momenteel. Dus het zou kunnen uiteindelijk dat het is. Ja, die zijn aan het zoeken naar coördinaten of naar iets anders of zo. Maar Kyrians. Zwarte aliens heet Kyrians. Witte heet de Grim dan? Of niet? Ik volg er helemaal geen ene zak meer van. En wat zijn nou al die gekleurde aliens? Eerlijk gezegd. Als jij een idee hebt, laat het even achter in de reacties uiteraard. Die mensen die gaan echt een rot aan het varen, joh. Wat zijn ze godsamme allemaal aan het doen? Even kijken, waar komt dit uit? Fly speed 1. Nou, ze varen echt naar... Waar varen ze naartoe? Naar het oosten? Oké. Hier is helemaal niks. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen, in godsnaam. Oh, daar zijn ze weer. Ik vlieg veel te snel. Waar waren ze nou? Shit. TP Melissa. Oké, ze zitten midden op de oceaan. Is hier Atlantis? Zo te zien is hier geen Atlantis. Dat zou ook nog kunnen. Dat ze daar ons misschien naartoe leiden of zo. I don't know. Oh, het is hier trouwens fucking warm, mensen. Even voor jullie idee. Ik zie wel wie de langzame alien is. Dat is deze. Die Melissa speelt. Die zit constant achteraan. Lijkt me ook kut. Heb je een prachtig mooi staafpakje. Ben je alien? Wees traag. Nee, daar gaat ze. In de zwarte bootje. Oké, ze gaan nu... Waar gaan ze nu heen? Ze gaan richting het noorden. Maar dan noordoost of zo. Ze zaten een beetje links onder Afrika. Dus als ze nu doorvaren, komen ze volgens mij inderdaad uit bij... Toch? Een hele grote muur. Holy crap, wat land is dit? Ghana. Eens even kijken wat hier allemaal nog meer zit. Ivory Coast. Liberia. En Sierra Leone. Oké, er zat een lange rijtje aan landen. Ja. Wat zit hier dan? Hier zit toch helemaal niks van. Benin heb je hier. Nigeria. Oké, we gaan gauw weer even tp'en. Want ik ben heel benieuwd wat ze in God in Afrika van plan zijn. Fly speed. Speed 0.3, want anders vlieg ik ze echt constant voorbij. Ook twee mannen ook gewoon het zwaard getrokken. Die zijn iets van plan hoor. Oké, ze gaan hier tussen, wat is het? Ghana in en Benin zitten ze nu. Ze blijven maar varen. Ghana, dat hebben ze gewoon een hele grote muur omheen gebouwd. Gewoon één breed ook, moet kunnen, I guess. Oh, je zit in een rivier. Wacht even, hoe ver gaat die rivier dan? Dat houdt toch een keer op. Hier is iemand met een DDG-gebouw bezig. Fucking sick wel.
In ieder geval een heel groot rondje ook. Huh. Oké. Maar die rivier, die zijn ze dus aan het volgen. Ja, daar heb je ze al. Oké. Wat de fuck willen ze doen dan? Die muren zijn tering hoog hier. Of kunnen ze er gewoon dwars doorheen? Oké, ze zijn stil. Ze staan stil. En één. Oké, we moeten kijken wie de leider is. Is het misschien die man met dat gekke rode capeje of zo? Maar hij heeft ook een cape. Melissa heeft geen cape. En ze hakken gewoon dwars door de muur heen. Oké, bij de witte aliens was dit echt een heel groot probleem als dit gebeurde. Dat kan ik je wel vertellen. We gaan even kijken wat deze doen. Kyrian. Oh, hij is zijn vriendjes kwijt volgens mij. Oh nee, die komen eraan. Die komen eraan. Het duurt even. Oké, ze hebben het ergens over, maar ik heb geen idee wat. Want ze zeggen niks in chat. Ze zitten gewoon met z'n drieën of zo. Ik weet het allemaal niet. Hier zit oranje vol. Oké. Zie ze even lekker gewoon alles kapot hakken, joh. Doe even normaal. Maar ze moeten dus in Benin zijn. Misschien vinden ze het DDG-gebouw gewoon niet zo mooi. Ik weet het niet. Wat zijn ze aan het zoeken hier, joh? Zit hier iemand? Nee. Dat er niet vast met iemand hier zitten. Koeien. Ze hebben wel koeien. Kunnen op zich wel even kijken. Country info. Het is van Meike. Zullen we even kijken waar die zit? Wacht even. Waarom wil dat niet? TP. Meike. Oh, die is niet eens online. Nou, ik weet niet wat ze in godsnaam in Benin aan het doen zijn, maar misschien moeten ze iets anders gaan zoeken. Oké, TP. Oh, TP Melisser. Ja, dat wil voor geen meter. Ze zijn aan het graven en aan het zoeken. Ja, maar volgens mij. Nee joh, alleen in een of andere vage mijnte online, maar geen Meike. Country info. Linipower. Team Delano. Allemaal niet online. Dragon ook niet. Ik weet niet wat die mensen hier aan het doen zijn. Yarne. Yarn T is online, maar dat is hem ook niet. Ik heb geen idee. Maar ze zitten in Afrika en ze zijn dus op zoek naar mensen blijkbaar. Als het interessant wordt, dan kom ik zo lekker bij jullie terug. En dan zien we wat de Kyrians in godsnaam van plan zijn. Door zomaar muren kapot te maken en midden in Afrika dingen te gaan doen. Ik vind het wel boeiend. Ze gaan elkaar slaan. Misschien dat ze heel erg dominant zijn en dat het gaat om wie de baas wordt of zo. Of iemand krijgt op zijn flikker. Dat kan ook nog. Sowieso, het is Melissa's schuld. Dat zie je gewoon nu al. Ja, als je kijkt naar die houding, joh. Ja, ja, die is dus aan de beurt. Ik kom zo bij jullie terug en dan zien we wel wat ze hier in godsnaam gaan doen. Kleine update, 5 minuten verder. Ze zijn eigenlijk hier een beetje gebleven. Oh, ze beginnen nou in één keer eentje in een muur te mappen of zo. Maar heel veel is je niet gebeurd. Ja, Melissa heeft echt veel klappen gekregen net. Dat wel. Dus blijkbaar moesten ze hier iets op Benin of zo. Ik weet het niet. Maar ze laten ze nou echt gewoon muren open. Dat lijkt me ook niet echt heel erg netjes. Met jou een lompe alien zit. Dan kan iedereen zomaar dat land in. Ik ben heel benieuwd of ze wel überhaupt snappen. Misschien kennen ze niet de dood. Misschien weten ze niet wat dat is of zo. Waar gaan ze heen? Denk ik het noorden? Oké. Het noorden. Westen, zuiden. Oké, ja, dat land ligt een beetje anders dan ik had verwacht. Wat gaan ze doen, joh? Ze hebben gewoon 5 minuten lang staan bivakeren hier in dit land. Eigenlijk niks gedaan. Melissa geslagen. Ze zijn zwaar bewapend. Ik heb ook het idee dat je ook niet met deze gasten wil vechten, eerlijk gezegd. En ze mijn peren, ze gaan gewoon weer weg. Ik denk, nou, wat gaan ze doen? Zitten ze in de muur? Personal day. Daar kunnen we lekker meekijken. Oh joh, hier is een heel sluiproutetje of zo. Van het een of ander. Fucking cool. Ja, zie, ze gaan gewoon weer weg. Wat zit hier? Dit is Burkina Faso, mooi land. Wat zit hier? Ghana. Oh, er zitten wel mensen nu. Oh. Mensen die peren nog direct. Ja, dat zou ik ook doen, Miss Cookie Oreo. Wow, zeggen ze. Oké, is dit dan waar we op gewacht hebben al die tijd? Wat gaat er gebeuren? Gegroet aardbewoners. Oh, het begint nog redelijk netjes. Die Trump staat, die daar boven staat, boeit ze ook helemaal niet of zo, hè? Dat hij daar met een pijl en boog staat of zo. Kan gewoon. Hallo, zegt hij. Ik wil ook gewoon. Ik zeg het en die Trump staat, die springt naar beneden. Wij zijn de Kyrianen.
denk dat ze dat zagen. Geef mij maar even uitleg, want dan hebben wij het ook gelijk. Aangenaam, wees niet bang. Ze waren ze wel, laten we eerlijk zijn. We schrokken wel een beetje. Oh, er stond nog een Vanish blijkbaar. Ook heel erg top. Ze schrokken een klein beetje. Oké. Okay. Wat de fuck gaan ze hier doen? Wat? We komen je waarschuwen voor de... Voor de grim. En dat weten ze niet wat het is natuurlijk. Voor de... Zeg dan maar gewoon ja. Heb je die zwaarden gezien, jongen? Van waar dat dan? Wat is de grim, vragen ze. Oké, dan gaan we het te horen krijgen. Dat zijn die witte dingen die ook bij mij in de muur zaten. Sowieso. Dat moet... Of niet. Heb je ooit wel eens de witte aliens gezien? Jongens, ik moet vaker in Venice gewoon staf en events volgen. Hebben ze ze gezien of gevolgd? Want dit is het GTST. Het ontvolgt, het ontpopt zich gewoon voor je ogen. Ze krijgen gewoon eten aangeboden. Er staan freaking 3 aliens op je land. Maar wacht even, je kan de grim niet vertrouwen. Dat is raar, want de grim die geeft allemaal gear en daarmee kun je traden. Ja precies, waarom niet als ik mag vragen? Misschien dat zij dat... Mensen die je niet kan vertrouwen zeggen meestal je kan de ander niet vertrouwen. Ik ben heel benieuwd wat hier uitkomt. Waarom dan? Ja, hoezo? Waarom niet? Waarom niet? De wereld waarin je leeft was net als de onze. Ook gewoon een planeet met bomen en shit dus of zo. Denk ik. Of een waar heel erg veel muren staan rondom elke landsgrens. Ik weet niet. De grim probeert alles... Totdat... Oh, gaan we samen vechten? Die hot potato, die hebben we wel zin in. Die denken van, geef mij zo'n pakje en ik word bij jullie. Maar even serieus. Er komen hier 3 gasten met zwaarden. De witte aliens waren met z'n 7e. En een spaceship. En zij kiest de kant voor de zwarte aliens? Interesting wel. Tenminste, het lijkt erop. Ze zijn gewoon mensen aan het recruiten, jongens. Ik zou hier de video moeten stoppen, eerlijk gezegd. Dat zou echt heel leuk zijn. We blijven wel even aan. We kijken wel even wat... Jawel, zegt hij. Want ze willen gelijk shit krijgen. Wie zegt dat jij nu goed genoeg bent? Oh my god. Direct van, ja, kom maar, wie moet ik doodslaan? Zo werkt het niet. Je zou eigenlijk maar gewoon 1 leven moeten hebben in Planetcraft. Oh, dit is... We zijn niet bewapend. Dit is wel interessant. Je moet het zweren op je land dat je nooit een kant zou kiezen. Wacht even, betekent dat als een van deze 3 mensen ooit weer bij een trade event is met de grim, dat hun land kapot gaat? Op je land zweren. Ik zou dat echt niet doen. Ik zou echt niet Easter Island opzetten ervoor. Aan de andere kant, zulke gear krijgen. Misschien ook wel. Voor mij zijn ze het overleggen. Ik moet zeggen, deze gasten, die witte aliens, hebben 0 geduld. Als je even niet typt, even stilstaat, ja, schiet op. En anders teleporten ze je gewoon terug. Oh, wacht, ze hebben helemaal geen geduld. Laat maar. Heeft u 1 moment? Nee, dat zal het uitblijken. Ik weet het niet. Ja, volgens mij hebben ze helemaal geen... We moeten even nadenken. Moeten ze nou kiezen tussen de faction... De Grim of de Kyrians? Ik vind deze er veel vetter uitzien, eerlijk gezegd. Die anderen hebben zo'n doodskopje. En zo'n batlet die jullie ook uit de crates hebben kunnen halen. Uit deze dingen. Die hebben, het is gewoon een zwaard, maar dan zit er nog een punt achter. Fucking dope. Maar ze zijn dus aan het overleggen of zo. Ik geef je de tijd. Nou, dan worden dubbele advertenties volgens mij op deze video. Ik blijf wachten. Ik ben heel benieuwd hoe en wat. Is dit een rijk land? Ik kan ondertussen wel even... Ja, die mensen zijn nog niet klaar, joh. Even snel spieken hier. Ziet eruit als een... Hebben ze dit allemaal uitgegraven? Jezus! Oké, deze mensen zijn wel redelijk rijk. Ghana. De meeste Afrikaanse landen zijn wel redelijk rijk. Is er al een eindoordeel? Dat is de vraag. Oké, de witte aliens zijn overduidelijk sterker en met meer.
Dat is wat ik haal uit de events dan. Hè? Ik wil niet voor jullie praten, jullie moet je eigen keuze maken. Maar deze gasten, die willen dingen geven, niet ruilen, maar geven. Hebben geduld. Het enige nadeel is dat ze zomaar je land opkomen. Als in, ze openen gewoon de poortjes en ze... Er is een keuze gemaakt. En mensen, dit is niet afgesproken met deze spelers. Dit volg ik letterlijk echt live hier. We zweren het op het land. Oké, dan ben ik heel benieuwd wat ze gaan krijgen. Laat de atoombom zijn of zo. Iets. Dat is een goede keuze. Precies. Maar nu? Wat krijgen we? Wie zou de leider zijn? Het is niet Melissa, volgens mij. Rostin lijkt meer een beetje de bewaker te zijn. Want die staat de hele tijd daarboven. En die houdt alles in de gaten. Je hoeft ons niet te eren. Enkel te zijn als het zover is. Kijk. Terwijl die witte aliens, die willen beelden in muren en op kastelen hebben. Voor mij is dat wat de arrogante. Misschien zijn het wel de good guys. Dat het gewoon de slechterikken zijn. Dat weet ik niet. Is goed. Goed om te weten. Precies. Je hoeft niet te zeggen, oh, machtige Kyrianen. Hier is een kerk. Dat hoeft dus niet. Dat is wat chill. Kun je gewoon focussen op dingen die belangrijk zijn. Wat gaat er nu nog gebeuren? Wacht even, wat de fuck heeft hij in zijn hand? Groene redstone. We gaan even kijken als het in iemands inventory gedropt is wat dat is. Je voordeel is enorm. Oh, is dat silicon? Wacht even, ik ben te nieuwsgierig. Infi, TQQN. Holy shit, dat heeft die gast veel mee. Het is silicon dust. Dat dacht ik al. We zijn niet hetzelfde team. Maar waar staan ze op dan? Dit is toch Ghana? Ja, dat is Ghana. Het zijn toch gewoon mensen van een ander land zitten hier gewoon. Van S. Dus wij zitten met Trump staat te dealen hier. En er zit gewoon iemand op te pakken. Oh my god. Heeft hij het nou? Dat doe je bij aliens? En dan lijkt jou een slim plan. Even mijn staffchat muten trouwens. Zie ik in één keer. Heeft hij dat te pakken? Infi hot potatoes. Hij heeft gewoon die hele stek gejat. En dan wil hij delen 50-50? Oh, als dit maar goed gaat. Zoals wat die gozer neergemapt. Oh nee, oké. Dus met Trumpsta.nl is er een deal gemaakt. En die hot potatoes die probeert het buiten. Die had er van freaking de Kyrianen. Siliconen. Dat is voor batterijen en brandstof. Dat was eigenlijk pas in game gekomen als ze op Mars zaten. Je zou kunnen zeggen dat Ghana het eerste land gaat zijn wat straks laserwapens zou kunnen maken. Misschien tijdens de moderne tijd als iedereen met M16 zit. Holy fucking shit, die hot potatoes, jongens. Ja, daar komt hij met letterlijk zo hot potatoes. Die wou het gewoon jatten. Oké, ik hoef niet te zien hoe staf mensen afslacht. Ik vlieg lekker weg. De Kyrianen discussieerden lekker op los. Ze waren op zoek. Ze hebben eerst dit land uitgekaand. Toen konden ze niks vinden. Toen zijn ze naar een ander land gegaan. Wie zijn de Kyrianen? Wat hebben ze met de Grim te maken? En waarom de fuck recruteren ze mensen? Ze ruilen niet. Ze recruteren mensen. Ze kopen ze gewoon. En vervolgens moet je trouw moet je zweren of zo. Ik heb echt werkelijk waar geen flauw idee. Ben wel heel benieuwd wat jullie ervan vinden in ieder geval. Als jullie willen dat ik vaker dit soort events live volg. Het is een soort commentary dit eigenlijk. Van wat er gebeurt. Laat het dan rustig even achter. Vergeet niet een like achter te laten. Hoe meer likes, hoe vaker ik dit zal monitoren. Kunnen jullie natuurlijk zelf ook doen op tab drukken. Maar ik kan daadwerkelijk heen tp'en in Vanish. Oké, er zijn dus niet één type aliens, maar twee. En eigenlijk ook drie. Want zowel de Kyrianen als die Grim, denk ik dan, die witte aliens. Als zij de waarheid spreken. Die zien er allebei heel anders uit als die gekleurde aliens. Die hebben allemaal weer een andere look. Er zijn al drie type aliens. Dat beloven wat als wij uiteindelijk straks met PlanetCraft naar de ruimte gaan. Ik wil jullie bedanken jongens voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en heel graag tot de volgende keer. Doeg!